met chili. Food. 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 Resting ya. Alindor food ya. Amen. Alindor sen genade. Amen. Alindor sen liefde. Amen. Halleluja. Om op te staan, omdat hij is groot, hij is groter dan de I'll break you out.
Yeah.
speak your holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness, over every enemy, Jesus for my family, Jesus for my family, I speak the holy name. Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus, terima kasih kehadirat-Mu di tempat ini. Kami bersorak-sorai di hadapan-Mu. Tanda syukur kami kepada-Mu Bapa. Bagaimana pemeliharaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, keluarga kami, pernikahan kami, anak-anak kami, cucu kami, pekerjaan kami, semuanya baik. Karena hanya ada nama-Mu Yesus, nama di atas segala nama. Number for now.
kemarin dan berkenalan. Number for now. 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 Nabu penalaman, Jesus, yeah, Jesus.
Kami bangga mempunyai guru Roh Kudus seperti Engkau. Terima kasih Tiganya yang Esa. Terima kasih. Kami percaya. Terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami. Pemeliharaanmu yang sempurna bagi kami. Tidak habis-habis. Itu seluruh kehidupan kami. Kami terus memuji dan menyembah Engkau. Memuliakan namamu. Membawa nama harummu terus Tuhan. Bahwa Engkau lah Raja dari segala raja. Raja yang kami sembah. Raja yang kami muliakan. Yesus Kristus. Jesus Christus on support. Hallelujah. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so
Bless your mighty name. We worship you, Lord. We worship you. Inilah pujian penyembahan kami kepadamu, Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Umatmu bersuka cinta. Umatmu bergembira. Umatmu merayakan kemerdekaan daripada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah memuji, kami telah menyembah, dan kami telah berdoa kepada-Mu. Dan kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, di mana firman-Mu selalu menunjukkan jalan kepada kami. Maka membawa kami di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Bahkan akhirnya Engkau membawa kami di dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak-Bapak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doakan Tuhan, ini anak-anak kami, Tuhan. Setiap minggu kami mendoakan bahwa mereka, Tuhan, di tempat yang tinggi. Nemen mee naar een hoger plaats, Heer. Di tempat yang maha tinggi, Tuhan. Een hele hoge plaats, Heer. Sehingga waktu mereka dewasa. Als ze dus volwassen zijn. Kau telah mengenal Engkau. Amin. Dat ze U allemaal kennen. Yesus Christus, Tuhan Raja dari segala raja. Want ze Jezus Christus, Koning alle koning. Yesus Christus, Tuhan Raja damai. Yes. Want ze Jezus, de Koning van de vrede. Dit is ons gebed. Maak van hun leiders van de tegenwoordige tijd. Kalau Tuhan mengizinkan tempatkan mereka di dalam kepemimpinan negara ini, Tuhan. Als het van u afhangt, zet ze op een hoge plaats. Dat ze mereka boleh memimpin negara ini, Tuhan. Dat ze dit land kunnen gaan leiden, Heer. Die dus u vrezen, Heer. Sehingga negara ini, zodat dit land, penduduk semuanya, penduduk dari Belanda semuanya yang bertobat, Tuhan. Alle inwoners van Nederland die zullen bekeren. Ini doa kami kepada-Mu. Dit is ons gebed naar U toe. Kami percaya, Tuhan. Wij geloven, Heer. Mereka masih kecil. Ze zijn nu nog klein. Tapi yang kami percaya. Nah, als wij geloven. Bahwa rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan. Dat U plannen helemaal U plannen. Rancangan kejahatan untuk mereka. Geen vernietigende plan, Heer. En dat is ons gebed. En daarom vanaf nu gaan we iedere keer voor hun bidden. Zodat ze de leiders mogen zijn van uw koninkrijk. In de naam van Jezus Christus. Ook voor de zondagschool, juffrouw. Dat u ook zo ook de tijd en de plek gaat om deze kinderen te leren. Geef haar kracht. Ook gezondheid. Zelf de wijsheid wordt vermenigvuldigd. Dat de woorden die uit haar mond komen, die zal dus verder stromen in de harten van de kinderen. Dus het thema mag worden in hun leven.
In de naam van Jezus Christus. Hebben we gebeden en gedaan. Laten we samen zeggen. Amen. Shalom, selamat pagi. Shalom, goedemorgen. Haleluya. Yes, saya sudah kembali di Belanda. Ik ben weer terug in Nederland. Dari Afrika, balik ke Belanda. Ik ben in Afrika geweest en nu ben ik weer in Nederland. Terutama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Vooral dank ik de Heer Jezus. Di mana dia selalu membimbing kita. Waar hij ons altijd gaat leiden. Dan juga terima kasih untuk doa-doa saudara-saudari sekalian. En ook bedankt voor al jullie gebeden. Saya percaya. Ik geloof. Bahwa dalam bimbingan Tuhan dan doa teman-teman. Met de hand van de Heer en van de onze vrienden. Besar kuasanya, amen. Groot is zijn kracht, amen. Saudara-saudara tahu bahwa saya baru pulang dari Afrika. Jullie weten dat ik net terug ben uit Afrika. Waktu saya mengumumkan di sini. Toen ik hier zei. Hati rasanya juga berdebar-debar, saudara-saudara. Was ik toch ook wel een beetje bezorgd, een beetje angstig. Karena saya tidak punya gambaran tentang Afrika. Omdat ik geen beeld heb van Afrika. Yang ada gambaran di televisi tentang Afrika. Er is alleen maar een beeld uit de televisie wat ik dus weet van Afrika. Kekeringan. Droogte. Kelaparan. Honger. Sakit penyakit. Allerlei ziektes. Benar. Yang kita dengar dari, yang kita lihat dan dengar dari media. Dat is wat wij uit de media horen. Pada waktu kita mendengar, kita manusia. Als wij dat horen, wij zijn allemaal mensen. Hati berdebar-debar. Zijn we toch een beetje angstig. Pikiran kita yang kita lihat dan yang kita dengar. Onze gedachten, wat wij dus gehoord hebben en gezien hebben. Tetapi ada satu yang sedikit di dalam hati saudara dan saya. Maar er is iets een klein ding in uw hart en in mijn hart. Bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus. Dat wij dus in Yesus geloven. Yesus adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Amin. Yesus is de weg, de waarheid en het leven. Itu yang saya selalu pikirkan. Dia adalah jalan. Dat is altijd wat ik in mijn gedachten heb. Hij is onze weg. Dia adalah jalan. Hij is onze weg. Yesus adalah jalan. Yesus is onze weg. Yang ada di dalam hati saudara. Die in jullie harten zit. Yang ada di dalam hati saudari. Die ook in jouw hart ada. Amin. Dialah jalan. Hij is ons weg. Dan itu saya minta pada waktu itu doa. Daarom heb ik toen gevraagd om voor mij te gaan bidden. Begitu juga teman-teman di Brussel. En ook onze vrienden in Brussel in Italië. Bahwa doa orang-orang benar besar kuasanya. Dat gebeden. Van de hati yang berdebar-debar hilang, saudara-saudara. Die heeft dus kracht. Dus de angstige gedachte is weg. Yesus katakan begini. Yesus zegt, volg mij. Amen. Amen. Ikut aku. Volg mij. Dan belajar kepadaku. Benar? En leer van mij. Amen. Amen. Kita manusia. We zijn allemaal mensen. Saudara dan saya sama manusia. Jullie en ik, we zijn allemaal hetzelfde, we zijn mensen. Tetapi waktu kita pegang firman Tuhan. Maar als wij het woord vast gaan houden. Kita akan tenang. Zullen we dus rustig tenang. Zijn. We zijn rustig. Amen. Dan itu firmannya adalah. En daarom is het woord. Terang. Jalan bagiku. Dan weg. Terang bagi jalan. Weg voor mij is eigenlijk het licht. Pelita bagi kakiku. Dus is eigenlijk een licht voor mijn voeten. Amen, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Waktu kita berangkat Amsterdam. Toen wij dus vertrokken uit Amsterdam. Sampai di Spanje, di Barcelona. Zijn wij naar Barcelona gevlogen. Penerbangan Amsterdam, Barcelona 2 jam setengah. Amsterdam, Barcelona 2,5 uur. Kita harus tunggu 2 jam setengah di sana. Wij moesten 2,5 uur in Barcelona wachten. Begitu waktunya di sana jam setengah satu. Toen het half één tijd van Barcelona was. Kita tunggu sampai 2 jam di sana, 2 jam setengah. Hebben we 2,5 uur moeten wachten. Terus kita berangkat. Toen zijn we verder gevlogen. Ke Afrika selama 5 jam setengah. Zijn we nog 5,5 uur gaan vliegen.
sampai di Senegal. Tot in Senegal. Tapi sebelum sampai di Senegal, kita di bawah mau turun gitu. Voordat we dus gaan landen. Kita lihat tuh gurun pasir semua. Hebben we alleen maar de woestijn gezien. Timbul lagi, wah ini Afrika nih, safari. Oh, dit is Afrika. Ada binatang-binatang ya kan? Yang kita lihat film-film toh. Ya, we hebben het uit de film gezien. Begitu kira-kira ada 1 jam loh kita lewatin itu, bayangin. Ongeveer een uur zijn we door het woestijn gaan vliegen. Ah, woestijn. Overal woestijn. Tiba-tiba pilotnya bilang. Itu plus wie zei de piloot? Dia bilang sebentar lagi kita akan turun. Nog even en we zullen gaan landen. Benar saudara, kira-kira 15 menit kemudian. Dus 15 minuten later. Kita landing di sana. Zijn we geland. Boom. Kurang. Begin. Oke. Sampai di apa namanya slurf. Tot bij de slurf aangekomen. Kita keluar. Gingen we naar buiten. Kita telepon Pak Machtar. Hebben we Pak Machtar. Karena kita sudah di luar, kita kan nggak ngambil koffer ya. We hebben dus geen koffers meegenomen, maar de handbags meegenomen. Ya, alleen maar de handbags hebben we meegenomen. Wah, kagak ada Pak Machtar. Maar we hebben Pak Machtar gezongen, stonden er niet bij. Saya bilang sama Pak Ivan. Ik zei tegen Pak Ivan. Publiknya lain nih Pak. Ander publiek staat daar. Di kapal aja tadi kita udah lihat publiknya lain ya kan? En de vliegtuig hebben we ook al gezien dat ander publiek is. Yang warna kuning itu cuma hanya mungkin 12-13 semuanya. Geen kleur, alleen maar 12-13, de rest is allemaal donker. Sampai di sana begitu kita masuk, ih juga sama donker. Toen we daar aankwamen was iedereen ook allemaal donker. Halleluja, sampai situ kita telepon Pak Machtar. We hebben dus daar Pak Machtar opgebeld. Kira-kira semenit dia angkat-angkat. Na 1 minuut heeft hij niet opgenomen. Saya telepon lagi. Ik heb nog een keertje gebeld. Ternyata dia bilang, ya om Teddy dulu. Ya. Toen zei hij van om Teddy, om Teddy. Saya sudah ada di sini, om Teddy di mana? Ik ben hier, waar ben jij? Saya ada di bawah, saya bilang. Ik ben beneden, zei. Wah, om Teddy lebih cepat dari saya. Om jullie zijn sneller dan mij. Sebetulnya saya udah di atas, udah dari tadi setengah jam, dia bilang. Ik zat boven de hele tijd, al een half uurtje. Oke, kita ketemu. Uiteindelijk hebben we elkaar ontmoet. Waktu dia datang. Toen hij kwam. Itu kita adakan. Body language. Hebben we dus een body language gedaan. Kita berpelukan. We hebben elkaar omhelst. Sama adiknya juga, saya berpelukan. En ook met zijn broer, die juga was ook meegekomen, ook Pak Ivan, we hebben elkaar allemaal omhelst. Akhirnya saya katakan. Uiteindelijk zei ik. Kita berdoa, terima kasih. We hebben gebeden, bedankt. Bahwa kita sudah sampai di Afrika. Dat wij dus in Afrika goed zijn aangekomen. Dan saya percaya. En ik geloof. Setiap kaki yang kita, tanah yang kita injak. De grond waar wij dus op gaan untuk kemuliaan Jezus. Om Jezus te verheerlijken. Amen. Amen. Kita terus kita naik mobil, kita 1 jam auto, sampai di Dakar. Di mana tujuan? 1 uurtje tot na Dakar toe. Dat is de plek waar wij dus moeten zijn. Kira-kira malam gitu kita jam 8:30-9 kita sampai di sana. Ongeveer 8:30 s'avonds kwamen we daar in Dakar aan. Om Teddy sudah makan? Belum. Hebben jullie al gegeten? Nee, zei. Pak Ivan belum. Pak Ivan heeft ook nog niet gegeten. Oke, kita makan. Toen gingen ze eten. Om Teddy mau makan apa? Wat willen jullie eten? Saya bilang saya mau makan lams. Oh, ik wil lamvlees gaan eten, zei. Lams Afrika, saya bilang begitu. Afrikaanse lam. En kita di bawah satu warung. Uiteindelijk zijn we in een klein eettentje. Remang, saudara-saudara. Een beetje donker. Tau kayak di Jakarta. Ya, dat is in Jakarta. Yang di kampung-kampung masih. Dan als in de dorpen. Semuanya gelap, saudara-saudara. Alles is een beetje donker. Dan om Teddy lihat di sini ada kayu bakar. Kijk hier, er is dus houtvuur. Jadi daging itu sudah dipotong-potong sama dia. Het vlees is al gesneden door hem. Lamsvlees itu dipotong-potong besar-besar segini-segini. Dus lamsvlees is in stukken al gesneden. Ada tulangnya juga, saudara-saudara. Er zijn ook botten erbij. Seperti ribben gitu ya. Ja. Dus dibungkus sama folie. Hebben ze dat in folie omwikkeld? Ini kira-kira segini. Ongeveer zo'n pakje. Om Teddy mau makan 1 kilo, 2 kilo, atau 1,5 kilo. Ben je 1 kilo, 2 kilo, hoeveel kilo wil je eten? Kita bukan gram lagi, kilo, saudara-saudara. Het gaat niet in gram, maar het gaat in kilo's. Bayangin, saudara-saudara. Kunnen jullie voorstellen? Kok banyak begini? Di sini gak ada. Zoveel. In Nederland hebben we dat. Kurang dari kilo gak ada, om Teddy katanya. Onder de 1 kilo is er niet. Susah kasih harganya. Het is heel moeilijk om de prijs te bepalen onder 1 kilo. Tapi itu restoran kecil. Maar dat restaurant, klein restaurant. Siang saya rasa gak mau masuk.
Ik denk als het in de ochtend of in de middag is, willen jullie er niet in. Tapi yang masuk di sana. Maar degene die daarin gaat. Ambassadeur. Ambassadeur. Artis. Artisten. Bayangin. Kaget saya. Dus ik was een beetje verbaasd. Kita makan daging itu sudah. Toen wij vlees aten. Is heel maals. Ja, het is heel maals vlees. Pakai roti. Met brood. Pakai saus Afrika. Afrikaanse saus. Sambal lagi gak kurang. Ada sambal kalau sudah. Jangan takut. Dus kita perlu bang jadi sambal. Kita sekali. Makan apa gitu ya kan Afrika kita belum tahu gitu. Ya. We kunnen niet voorstellen wat we te eten zouden krijgen in Afrika. Akhirnya jam 10:30 kita pulang. 10:30 gingen we naar huis. Tidur. Gingen we slapen. Bilang begini, Om Teddy. Jangan sewa hotel. Niet geen hotel. Karena hotel di sini pasti jelek-jelek dia bilang begitu mas saya. Niet in een hotel gaan, de hotels hier zijn heel lelijk. Walaupun 4-sterren hotel dia bilang gitu. 4-sterren hotel hier. Kecuali kalau Radisson Blue, Novotel. Alleen al Radisson Blue of Novotel. Ibis Hotel. Of Hotel Ibis. Itu yang top-top ya. Ya, dat zijn de top hotels daar. Benar, saya lihat Blue, apa namanya Radisson Blue satu malam sore-sore. Radisson Blue was voor één nacht. Pakai makan ya. Met ontbijt. Itu kira-kira 230-240. Ongeveer 230-240 euro. Mahal sudah. Pantes belakangnya laut. Want aan de achterkant is de zee. Jadi mahal sekali. En daarom het is jadi, geen kita Airbnb. Airbnb. Dus wij gingen naar de Airbnb. Nah, ya. Masuk di Airbnb. Wih, ada total ya. Toen we binnenkwamen bij de Airbnb. Satu keuken, dua kamar mandi. Er was een keuken, twee slaapkamers. Ruang tamu. Er is een zit. Ruang santai kamer. Oh, er is een kamer om te ontspannen. Sama tiga slaapkamer. En drie slaapkamers. Wow, besar. Zo, ja, groot. Saya bilang, ik zei. Oke, kita masuk ke atas. We gingen naar boven. Kita tidur. We gingen slapen. Kita mandi enak, ada air panas. We gingen douchen. Padahal media bilangnya itu kering ya saudara-saudara. Ze zeiden dat het droog is, maar we konden met air panas, met warm water gaan douchen. Tinggal pilih adanya semuanya. Alles was er. Pagi-pagi dapat ontbijt. Wah. In de ochtend hebben we ontbijt gekregen. Prijs de Heer. Jam 11 kita dijemput. Om 11 uur werden we weer opgehaald. Jadi de volgende dag ya. Ja, de volgende dag. Jam 12 kita sampai di rumah itu. Om 12 uur waren we in een huis. Kita mulai. Toen zijn we begonnen. Begitu masuk saudara-saudara. Toen we binnenkwamen. Kira-kira dia punya tempat dari. Ongeveer de plek is. Ya, dari sini sampai pintu. Vandaar tot de deur. Panjangnya, lebarnya. Is de lengte en de breedte is. Dari sini ke sana. Vandaar tot daar. Altaarnya di sini kecil. Een klein altaar daar. Begitu kita masuk. Toen we binnenkwamen. Itu orang-orang Afrika sudah duduk semua. Alle Afrikanen. Zijn al gaan zitten. Good morning. Dia gak jawab. Bahasanya Prancis. Sama dia, sama. Maar die hebben geen antwoord gegeven. Die praten Frans. Bahasa Prancis. Dus Frans praten. Saya bingung Tuhan bawa kita ke tempat yang. Ik was een beetje verbaasd. Bahasa yang kita gak kenal. Zoals. God brengt ons naar een land waar wij de taal eigenlijk niet praten. Frans. Kita kenal Frans. Bahasa Frans saya enggak kenal, tapi Frans saya kenal. Ada Frans. De taal Frans kennen we niet, maar iemand die Frans heet, die ken ik wel. Saudara. Terus saya susus. Ik was. Terus saya waren verbaasd. Pak Mohtar kasih kenal kita, nama kita. Pak Mohtar heeft ons. Pastor Teddy, Pastor Ivan. Heeft ons dus geïntroduceerd aan de anderen. Pak Teddy en Pak Ivan. Eh, kita berdoa. Uiteindelijk zijn we gaan habis bidden. Berdoa. Na het bidden. Terus mulai dikasih tahu sama Pak Mohtar bahwa GBI bla 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 semua ya. Dus Pak Mohtar heeft dus uitgelegd dat de, over de GBI en alles. Orang-orang yang di sana saudara-saudara. De mensen die daar zaten, die zijn vurig. Yang saya melihat. Wat ik gezien heb. Ada bahasa Prancis. Dus Franse taal. Bahasa Inggris. Engelse taal. Bahasa Senegal. Senegalese taal. Saya tanya ini bahasa apa namanya? Ik heb gevraagd wat is het voor een taal? Wolf. Wolf. Asli Senegal. Oh, dat is dus eigenlijk de oertaal van de Senegalezen. Ada bahasa Indonesia juga. Er is ook Indonesisch. Pak Mohtar dia bisa bahasa Indonesia. Pak Mohtar kan Indonesisch praten. Dia bisa empat bahasa sosok. Hij kan vier talen praten. Puji Tuhan, kalau kita punya orang lokal.
Dat wij dus een iemand hebben die lokaal woont. Yang mempunyai empat bahasa. Die dus vier talen kan praten. Amin, saudara-saudara. Ya, amin, saudara-saudara. Akhirnya Pak Irfan berkhotbah. Pak Irfan heeft dus gepreekt. Sedikit menceritakan tentang GBI. Even een beetje verteld over de GBI. GBI ada di Asia. GBI zit in Azië. Ada di Eropa. In Europa. Ada di Australië. Is zit in Australië. Ada di Amerika. Zit in Amerika. Ada di Afrika. En ook in Afrika. Lima benua. Amen. In vijf continenten. Bayangkan. Kunnen jullie voorstellen? Complete. Het is eigenlijk misi complete. Dari Pak Senduk dulu. De missie van Pak Senduk is dus compleet. Ada amin, saudara-saudara. Is er amin, broeders? Dan inilah misi. Visi dan gereja GBI. Dit is de visie en de missie van de kerk GBI. Lapangkanlah kemah talimu. Dus vergroot jouw bediening. Dan ini terjadi, saudara. En dit is gebeurd, broers en zusters. Kisah para Rasul 1 ayat 8. In Handelingen 1 vers 8. Kalau Roh Kudus turun atasmu, als de Heilige Geest op u neerkomt, aku akan memberikan kuasa. Zal ik jullie dus macht geven. Engkau menjadi saksiku. Jullie kunnen mijn getuigen. Jezus katakan engkau jadi saksiku. Jezus zegt van jullie zullen mijn getuigen zijn. Jerusalem. Jerusalem. Judea. Judea. Samaria. Samaria. Sampai ke ujung bumi. Tot aan het einde van de wereld. Tugas ini. Dit is onze plicht, onze taak. Matius 28 ayat 19. Ga en verkondig mijn woorden. Pergilah dan kabarkan Injil. Matius 28 ga en verkondig mijn woorden, ya. Het woord doorgeven. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Alles is in het woord van de Heer. Dan apa yang kami lakukan, disitulah firman Tuhan. En dat wat wij gaan doen, staat allemaal in het woord van de Heer. Dan pada waktu saya mendengar saudara-saudara firman. En toen ik dat hoorde over het woord. Yang saya pernah dengar. Dat wat ik gehoord heb. Yang saya pernah lihat. Dat wat ik ooit gezien heb. Yang saya pernah rasakan firmannya. Dat ik ooit gevoeld heb. Dan saya nyatakan firman. Ik bevestig het woord. Mari kita 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. We gaan naar 1 Johannes 1 vers 1 tot 5. Saya baca dulu, ya. Ik ga lezen. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu, kata Yohanes. Ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia. Letop di sini. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ingat waktu saya bilang saya berdebar-debar, saya tidak ada gambaran. Kunnen jullie nog even? Ik was een beetje angstig. Ik had geen beeld daarover. Yang saya dengar dari media. Ik hoorde over kelaparan, media. Kekeringan, honger, sakit, droogte, penyakit, ziektes, gelap. Alles was donker. Tetapi pada waktu kita berjalan di dalam firman Tuhan. Maar als wij in het woord gaan wandelen. Tuhan menyatakan ini semua. Heeft God dit alles geopenbaard? Saya tahu, saya datang ke gereja itu kecil. Ik weet, toen ik in die kleine kerk. Saya pasti mendengar firman. Kan ik zeker. Tetapi apa yang saya lihat. Maar dat wat ik gezien heb. Orang-orang di sana. De mensen daar. Mereka adalah gembala-gembala. Ze zijn dus eigenlijk. Herders. Dari kampung. Van alle kleine plekjes. Ada yang satu dari kampung dikatakan dia mempunyai 30 jemaat. Eentje van een dorp die zei van die heeft 30
mensen, dus yang satu 20, de ene 20, yang satu ada 50, die andere heeft 50 gemeenteleden. Mereka hanya mau meminta legalisasi. Ze willen alleen maar gelegaliseerd worden. Karena di Afrika begitu susah, saudara. Een brief, omdat het in Afrika zo moeilijk is. Church of God juga ada di sana. The Church of God is there ook daar. Pak Ivan ada undang dia. Pak Ivan heeft hem dus ook uitgenodigd. Supaya ada saksi. Zodat er een getuige is. Saya berpikir, kenapa tidak masuk di dalam Church of God? Ik dacht van, waarom gaan jullie niet naar de Church of God toe? Hanya Tuhan yang tahu. Alleen God weet het. Tetapi mereka mau ingin bahwa dia dibimbing oleh Gereja Bethel Indonesia. Maar ze willen dus graag dat de Gereja Bethel dus hun gaat leiden. Orang Afrika mau dibimbing sama orang Indonesia. Afrikanen die door Indonesische mensen eigenlijk geleid willen worden. Benar, saudara. Het is waar, broeders en zusters. Waktu saya sampai datang, saya enggak diboleh diperbolehkan pegang tas saya. Toen ik aankwam, ik mag mijn tas zelf niet eens dragen. Pak Ivan juga tidak boleh pegang tasnya. Pak Ivan mag ook zijn tas niet eens dragen. Kemana kita pergi dipegang terus? Waar we ook naartoe gaan, zij hebben voor ons alles gedragen. Kita mau mengambil koffer, jangan, kita yang ambil. Dus wij mogen onze koffers niet eens zelf pakken. Zij dragen het aan. Betul pelayanan. Echte bediening, echte bediening. Menghargai orang-orang yang ada di dalam kepastoral. Respect hebben voor de mensen die in de pastorale zitten. Saya katakan tidak usah. Ik zei van het hoeft niet. Kami biasa. Wij zijn daar gewend. Pak, kami baru pertama ketemu. Pak, we zijn voor het eerst hebben we elkaar gezien. Tanda respect dia kasih dia. Een teken van respect. Saudara-saudara. Broers en zusters. Waktu satu gembala dia bersaksi. Toen een herder zijn getuigenis gaf. Okay, sebelum dia bersaksi kita tabiskan dulu. Voordat hij zijn getuigenis gaf, hebben we hem dus eerst beëdigd. Nanti saudara-saudara bisa lihat di YouTube, tapi sekarang belum karena belum kelar. Straks kunnen jullie op YouTube gaan kijken, maar nu is het nog niet klaar. Mungkin minggu depan saya akan kasih. Misschien volgende week kan ik dat aan jullie geven. Pada waktu ditabiskan mereka. Toen hij beëdigd werd. Adik dari Pak Mahta dia nangis-nangis, saudara-saudara. De broertje van Pak Mahta die ging huilen. Bagaimana dia betul-betul berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Hoe hij God zo dankbaar is. Dia berlutut kepada ibunya. Hij ging knielen voor zijn moeder. Dia bilang ini berkat doa dari seorang ibu. Dit is eigenlijk dus de zegeningen van het gebed van de moeder. Amin, saudara-saudara. Ya, amin. Nah, sesudah itu sudah pemberkatan. Na de beëdiging. Pentabisan. Pentabisan. Zegening en beëdiging. Terus pemberkatan. En toen wordt het gezegend. Maar ada satu orang. Toen was er één persoon. Dia bersaksi. Die ging getuigenis geven. Bagaimana dia masuk jadi Kristen? Hoe hij dus Christen is geworden. Dia menikah dengan istrinya juga dari Muslim. Hij ging trouwen met een vrouwelijke Muslima. Anaknya 7. 7 kinderen. Afrika. Istri 2, anak 20. Twee vrouwen, 20 kinderen. Nah, jadi soal yang penting anak banyak. Het is geen probleem. Makan belangrijkste is veel kinderen. Makan tidak makan ngumpul. Ya. Eten of niet eten, die zitten bij elkaar. Jadi ini bapak dia punya 7 anak. Dus deze man heeft dus deze vader heeft 7 kinderen. Yang ada nama di moskee. Heeft een naam in de moskee. Yang namanya juga di kampung terkenal. Ook in zijn dorp heeft hij dus eigenlijk een aanzienlijke naam. Sekali waktu dia berdoa. Op een dag ging hij bidden. Dia masuk ke kamar. Ging hij naar zijn kamer toe. Yang ada terang. Wat er was in de kamer was licht. Lampu gak pernah terang kayak begini, dia bilang. Hij was verbaasd, want de lampen daar zijn nooit zo licht. Zo helder. Dia dari mana ini terang. Hij dacht van waar komt dit licht vandaan. Dia gak percaya. Hij geloofde. Dia lihat lampu lagi kok. Terangnya begini, dia bilang gak mungkin. Hij keek weer naar de lamp en toen zag hij van dat is heel erg helder in de kamer waar hij zat. Ibaratnya terangnya begini, dan ya.
lebih redup lagi, lebih redup lagi yang namanya. Ya. Tapi ini terang sekali. Es ist hell erg licht. Dia keluar, dia masuk lagi, lebih terang lagi. Hij ging naar buiten, buitenkamer, ging witter in, het wordt nog helder. Dia bingung. Hij was een beetje verbaasd. Semakin hari semakin terang. Iedere keer werd het nog helder. Dia lihat satu wajah, dia bilang. Er zat een gezicht. Putih. Wit. Badan gitu putih, wajahnya nggak terlihat, mukanya tidak gezicht terlihat. Gezicht is niet duidelijk, het lichaam wel. Cuman badannya aja putih. Een wit. Lebih dari salju, dia bilang. Witter dan sneeuw. Dia bingung ini siapa, dia pikir. Hij was een beetje verbaasd, wie zou dit kunnen zijn? En dia pikir, ah oké, okay, gimana aja. Toen heeft hij gedacht, nou ja, laat maar lopen. De volgende dag. De volgende dag. Dia masuk kamar. Ging die weer de kamer in. Terang lagi. Is het weer zo helder en zo licht? Dia gak tahu kenapa kok kisah begini, dia bilang begitu. Terang. Hij wist niet van waar het kom, het werd weer zo heel erg licht. Terang dia lihat. Hij zag zo helder. Sesudah itu, saudara-saudara. En daarna, broeders en zusters. Kira-kira sudah minggu-minggu. Paar weken later. Dia bertanya kepada ketuanya yang lebih atasan lagi. Hij vroeg aan zijn chef. Ini apa artinya? Wat zal dat kunnen betekenen? Tahu kamu, dia bilang gitu. Weet je cuma dat? Hayalan aja. Oh, dat is alleen maar onzin. Kamu mesti bawa bunga-bunga. Jullie, jij moet dus bloemen meenemen, je moet dus eten meenemen. Zijn boze geesten, denk ik. Ja, satu. Dia bawa. Toen heeft hij dat allemaal meegenomen, terwijl hij eigenlijk een gelovig iemand is. Percayanya lain. Maar andere geloof. Dia bawa makanan. Heeft het eten meegenomen. Ik kan gak habis. Het eten werd niet opgegeten. Dia bingung, saudara-saudara. Hij was een beetje verbaasd. Akhirnya dia berapa minggu lalu terus didatengin lagi terang. Een paar weken later werd dat licht, kwam dat licht weer naar hem toe. Baru dia bilang dengan suara. Toen zei hij, toen hoorde hij een stem. Yang kamu cari, aku. Hier ben ik die jij zocht. Aku adalah terang. Ik ben het licht. Dia bingung. Hij was een beetje verbaasd. Dia tanya lagi. Heeft hij weer siapa gedaan? Itu terang? Wie is dat licht? Akhirnya tidak ada jawaban dari. Er is dus geen antwoord atasan van zijn bovengang. Dia baca Alkitab. Ging hij dus de Bijbel lezen. Wow, di situ dia terharu. En toen was hij dus een beetje aangeraakt. Dia baca, dia punya Alkitab. Hij ging dus de Bijbel lezen. Dia baca, dia bilang, ini terang yang aku lihat. Dit is het licht wat ik dus yang heb aku gezien. Alami. Wat ik heb meegemaakt. Tapi kalau dia baca, dia punya apa namanya Holy Bible. Maar als hij dus de Bijbel leest. Dia baca Al-Quran. Oh, als hij de Koran gaat lezen. Gak pernah ketemu yang kayak gini. Heeft hij dit nooit gevonden over het licht? Dan setiap kali pertanyaan tidak terjawab yang benar. En alle vragen worden dus niet goed beantwoord als hij de Koran gaat lezen. Akhirnya potong cerita. Dus, om het verhaal kort te maken. Dia tuh punya cucu kan. Hij heeft dus een klein kind. Cucunya selalu diajar masuk ke kamar. Dua cucu dibawa ke kamarnya diajarin tentang Alkitab. Oh, hij neemt altijd zijn twee enkele kinderen mee naar de kamer en toen heeft hij altijd over de Bijbel gepraat. Dua tahun lamanya. Twee jaar lang. Akhirnya dia bilang, gua nggak bisa nih ngumpet-ngumpet mulu. Uiteindelijk zei hij van, ik kan eigenlijk niet zo schijnheilig gaan doen. Dia cerita sama istrinya. Hij vertelde dat aan zijn vrouw. Udah lama nggak jadi apa namanya Muslim, gua jadi Kristen. Ik ben al twee jaar geen Muslim meer, maar ik ben een Christen geworden. Kaget istrinya, saudara. Zijn vrouw was heel erg verbaasd. Dia bilang, gua mau dibaptis. Ik wil gedoopt worden, zei hij. Istrinya bilang, kasih lihat gua tanda kalau lu dibaptis. De vrouw zei van, geef mij een teken als jij dus gedoopt gua moet worden. Tahu, ik wil weten wat sampai het is. Lu lakukan, kita cerai. Totdat je dat doet, gaan we uit elkaar. Benar, saudara-saudara. Het is zo, broeders en zusters. Waktu mau dibaptis. Toen hij dus gedoopt wil worden. Tepat pada waktu mau dibaptis. Precies de tijd toen hij gedoopt wil worden. Istrinya dapat tanda. Zijn vrouw krijgt een teken. Hujan lebat. Het ging heel hard regen. Banjir. Overstroming. Gimana mau dibaptis? Hoe kan je nou gedoopt worden als er overstroming is? Dus het kan niet. Istrinya bilang, lihat tuh, dia bilang gitu. Nggak mungkin dibaptis. Nou, dat gaat niet door.
dat je gedoopt wordt. Gua pokoknya dibaptis. Hij zegt van, ik moet gedoopt worden. Benar, saudara-saudara. Het is zo, broers en zusters. Banjir-banjir dia dibaptis. Ook in de overstroming werd hij dus gedoopt. Tahu apa banjir? Weet jullie wat banjir is? Tidak ada tempat kolam untuk membaptis. Er is geen water eigenlijk om te dopen. En nu kan ada banjir, saudara-saudara. Het was overstroming, dus er is water om hem te dopen. Dat is zo pijnlijk. Istrinya bilang, kasih lihat tanda-tanda. De vrouw zei van, geef een paar teken. Itu tandanya. En dat is de teken van de overstroming. Wow. Tuhan pakai cara yang unik. Ik heb door nagedacht, God geeft dus zo andere. Akhirnya, dia dikeluarkan sama istrinya. En uiteindelijk heeft zijn vrouw hem uit het huis geschopt. Dia pindah ke kampung lain. Hij ging naar een ander dorp. Di mana di situ ada kambing-kambing. Daar dus geiten zijn. Ja. Jadi dia kan mesti tidur. Hij moet toch gaan slapen. Dia gak ada rumah. Hij heeft geen dia huis. Dia cuma ada $4. Hij heeft alleen maar $4, zei hij. Terus dia datang kepada yang punya kambing itu. Hij ging naar degene van de, die geiten heeft. Saya mau tidur. Ik wil gaan slapen. Lagi di soal di samping kambing-kambing. Maak ik uit naast de geiten? Tapi saya mau tidur, dia bilang begitu. Maar ik wil graag gaan slapen. Saya cuma punya $4. Ik heb alleen maar $4. Iya, kamu sih harus bayar $4. Ya, toen zei die man van ja, je moet $4 gaan betalen, dus je gaat bij de geiten slapen. Akhirnya dia tidur di sana, dia bayar uang. Toen heeft hij geslapen, heeft hij betaald. Er is geen eten. Pagi-pagi dia bangun. In de ochtend stond hij op. Dia duduk di pinggir jalan. Ging hij zitten langs de weg. Ada orang lewat. Er is iemand die langs liep. Dikasih uang. Heeft hij geld gekregen? Dollar. Dikasih uang $5. $4, $5. Terus dia tanya, kenapa kamu kasih saya? Dan vroeg hij, waarom krijg je geld? Lu kan orang baru. Dia bilang begitu. Terus hij zei, je bent een nieuwe persoon. Jadi kita harus kasih uang sama kamu, kata. Dus wij moeten geld geven. Tapi sesudah itu orang itu gak ada lagi. En daarna zijn ze allemaal weg. Unik ya? Ja. Het is een buitengewoon verhaal. Tapi kalau kita dengar lagi yang lain-lain, yang bagaimana dia diusir terus hidup susah. Maar als we dus horen dat andere mensen die dus uit het huis gezet worden. Pendek cerita, saudara. En heel in problemen zaten. Kort verhaal. Ditelepon sama anak yang paling tua. Hij werd gebeld door zijn oudste kind. Dia bilang gitu. Die zei. Papa mesti datang melihat saya. Dia. Papa, je moet komen om mij te zien. Dia bilang, ada apa dan? Pokoknya papa datang. Toen zei die zoon van, je moet komen. Tahu apa yang terjadi? Weet je wat er gebeurd is? Anaknya dibaptis. De zoon werd ook gedoopt. Kisah Rasul 16 ayat 31. In Handelingen 16 vers 1. Satu orang diselamatkan seisi rumah. Eén persoon die gered wordt, het hele huis wordt gered. Dari gelap. Uit de duisternis. Dari kegelapan. Uit de duisternis. Tuhan mendatangi dia. God is naar hem toegekomen. Terang. Het licht. Dia katakan terakhir, dia bilang, yang saya tahu terang itu adalah Yesus yang datang kepada saya. Het licht is eigenlijk Jezus die naar mij toe is gekomen. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Waktu dia belum menerima Yesus Kristus Tuhan. Toen hij dus Jezus nog niet ontvangen heeft. Hidup di dalam kegelapan. Leefde hij in de duisternis. Kita pun sebelum kita menerima Tuhan Yesus. Wij ook, voordat wij dus Jezus nog niet hebben ontvangen. Hidup kita di dalam gelap. Is ons leven in donkerheid. Hidup kita di dalam dosa. Wij leven in onze zonde. Tetapi terang datang. Maar het licht kwam. Untuk menerangi kita. Om over ons te schijnen. Ingat, Tuhan telah menerangi kita. Denk eraan, God heeft ons licht gegeven. Tuhan telah menerangi kita. God heeft ons licht gegeven. Jangan ada di kepala kita pada waktu kita berbuat sesuatu yang salah. We moeten niet gaan denken als wij iets verkeerds hebben gedaan. Masuk di kepala kita terus. Dat het in ons hoofd blijft. Eigenlijk waktu kita mau berbuat sesuatu. Als wij dus iets willen gaan doen. Takut. Zijn we angstig. Ada satu orang perempuan dikatakan begini. Er is een dame die zei. Saya mendengar ini di Indonesia. Hier in Indonesia gebeurt het. Dikatakan begini. Ze zei. Setiap kali saya pun ke gereja. Iedere keer als ik naar de kerk ga. Saya melihat perempuan. Zie ik een vrouw. Dia bersaksi di altar. Die gaat dus op de altaar getuigen. Seorang. Het is de getuigenis. Perempuan. Apa namanya? Hidup malam, kupu-kupu malam. Iemand dus een prostituee.
yang kehidupannya di dalam dosa. Die leefde in de zonde. Ini perempuan melihat dia sedang bersaksi. Deze vrouw heeft gezien hoe die andere vrouw ging getuigen. Bagaimana kebaikan Tuhan? Hoe goed God is. Jadi ini perempuan duduk ya, dia dengar kesaksian si. Dus die ene vrouw die zat en die hoorde. Op malam ini. Hoorde de getuigenis van de prostituee. Dia duduk. Zeg je. Minggu depannya lagi. Volgende week. Ada lagi kesaksian. Er is weer een getuigenis. Perempuan yang sudah membunuh dan bertobat keluar dari penjara. Een vrouw die dus iemand heeft vermoord en uit de gevangenis kwam. Die bersaksi. Die ging dus een getuigenis geven. Dan perempuan ini. En deze dame die hier op de stoel. Dia juga ada masalah, dia bilang. Zij heeft ook problemen. Kenapa saya selalu ditunjuk? Waarom werd ik altijd aangewezen? Padahal saya sudah bertobat. Terwijl ik eigenlijk al bekeerd ben. Tetapi kemana saya pergi, kenapa selalu diceritakan? Maar waar ik ook naartoe ga, wordt het iedere keer weer herhaald wat ik dus gedaan heb. Karena saya mengambil keputusan yang salah. Omdat ik een foute beslissing heb genomen. Ternyata perempuan ini pernah mengambil keputusan. Uiteindelijk is het zo dat deze dame eigenlijk dus een verkeerde beslissing heeft genomen. Bercerai. Om te gaan scheiden. Karena tunjukan-tunjukan dari orang. Dus de aanwijzingen van de andere persoon, andere mensen hebben haar iedere keer aangewezen. Di dalam dia tuh sakit. Heeft ze pijn in de hart. Dan dia tidak bisa melangkah lagi. En zij kan dus geen stap nemen. Karena apa? Waarom? Karena di dalam pikirannya. Want in haar gedachten. Kok yang bunuh bisa di atas altaar bersaksi? Degene die iemand vermoord heeft kan naar het altaar toe om getuigenis te geven. Op malam itu bisa bersaksi. En de prostituee kan ook getuigenis geven op het altaar. Kok saya enggak bisa bersaksi, saya ditunjuk terus. Waarom kan ik geen getuigenis geven? Men wijst mij iedere keer aan. Saudara-saudara. Broeders en zusters. Ada satu cerita. Er is een verhaal. Ada anak laki-laki umur 12 tahun. Er is een klein jongen van 12 jaar. Namanya Tom. Met de naam Tom. Adiknya namanya Jessica. Zusje heet Jessica. Tom en Jessica. Tom en Jessica. Dia kalau vakansi nginep di rumah neneknya. Als ze dus vakantie hebben, gaan ze bij de oma logeren. Nah kalau dia tidur di rumah omanya. Als ze bij de oma gaan logeren. Kalau pagi, siang-siang gitu habis sarapan, pagi-pagi habis sarapan. Na ontbijt, in de middag. Pergi ke sedikit taman, tapi tamannya neneknya besar gitu ya. Gaan ze de tuin in, een hele grote tuin van de oma. Ada air sungai. Er is een. Gak besar, er is water. Oke lah 2 meter gitu. Ongeveer 2 meter. Jadi si Tom. Dus Tom. Dia suka main katapel. Gaat iedere keer met de katapel spelen. Katapel, katapel. Dia ambil batu nih. Gaat die, gaat die steen pakken, gaat die ada met de katapel. Ada pohon mangga. Ah, boom, gaat die ook katapel. Pokoknya dia iseng deh, gak kerjaan dia pokoknya. Iedere keer als die niks te doen heeft, gaat die katapel, gaat die steen Jessica pakken. Jessica bilang, ja. Kenapa kamu ketapel, ketapel itu terus? En toen Jessica vroeg, waarom doe je dat iedere keer? Latihan, dia bilang begitu ya. Ik ga oefenen, zei. Habis mau bikin apa lagi? Nah, wat moet ik dan anders gaan doen? Sekali waktu dia lah bebek lewat. Kwek, 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 kwek. Op een dag heeft hij dus eenden zien langskomen. Dia iseng zo. Heeft hij niks te doen? Dia katapult de bebek. Bam! Heeft hij die enige katapult, ja. Mati. Dood. Apa yang dikerjakan oleh Tom? Wat heeft Tom gedaan? Jessica melihat semua. Heeft Jessica allemaal gezien? Jadi dia menjadi saksi toh? Zij is dus getuige van wat Tom heeft gedaan. Oke. Sekali waktu malam-malam makan. Op een avond gingen ze eten. Habis makan sama sama nenek, met de oma. Jessica, Tom. Jessica en Tom. Dia makan, kelar. Ze gingen eten, toen waren ze klaar. Terus Jessica iseng. Toen zei Jessica. Nenek. Oma. Nenek gak usah bikin apa-apa. Je hoeft niks te doen. Biar Tom yang apa namanya cuci piring. Tom gaat alles opruimen en de bodem afwassen. Tom lihat ke Jessica. Tom gaat kijken naar Jessica. Loh, kok ngomong begitu, dia bilang begitu. Hoe kan je zo praten? Kamu kan bisa tolong juga. Je kan toch ook gaan helpen? Pokoknya, Nek, dia bilang gitu. Oma? Tom, bikin bersih semuanya. Tom gaat alles schoonmaken. Akhirnya, Tom lihat dia. Uiteindelijk ging Tom weer naar Jessica kijken. Gak bisa bikin apa-apa, dicuci. Ging dia oh, alles. belum dulu. Dia belum cuci. Tom kesel sama Jessica, kan? Hij was een beetje verbaasd aan zijn zusje. Kenapa lu suruh gue? Waarom laat je mij dat alles doen? Remember the duck.
Then on the end, die hij dus dood gekapt. Dan kan get kan. Hij zijn een beetje verbaasd. Wat bedoel je? Wat bedoel je? Ik heb gezien. Remember the dark. Hij werd gechanteerd door zijn zusje, door Jessica. Tom werd gechanteerd door Jessica. Uiteindelijk ging hij alle borden afwassen. Hari yang kedua. Tweede dag. Dia cuci piring. Hij weer alle borden afwassen. Sampai satu minggu. Tot een hele week. Dia cuci piring, dibersihin semua. Hij ging alles schoonmaken, alles opruimen. Akhirnya dia bilang, kok gue mesti begini terus, gak mungkin dong. Toen heeft hij erover nagedacht, ik ben niet meer zo ver. Tom bilang, gue mesti cerita sama nenek. Ik ga dus mijn oma vertellen over de eend. Habis makan. Na het eten. Kelar. Is klaar. Dia bilang, cerita sama nenek. Ging hij naar zijn oma, toen heeft hij dat verteld. Nek, aku mau cerita, nek. Ik wil wat gaan vertellen. Minggu lalu. Vorige week. Bebek nenek, saya katapul. Jouw eend heb ik dus... gekatapult, dus dood gegaan. Mati, nee. Dood. Ampuni, nee. Vergeef mij. Tau, nee, nee, belangrijk. Weet je wat de oma zei? Saya sudah melihat dan saya sudah ampuni. Ik heb het al gezien en ik heb je al vergeven. Tapi kamu bikin yang raar untuk saya, dia bilang begitu. Maar je doet zo raar voor mij. Sudah diampuni. Hij is al vergeven. Ingat. Denk aan. Satu orang, dia melihat kesaksian. Iemand die dus iets Jessica. Heeft meegemaakt. Jessica heeft het gezien. Bilang, remember the dark. Remember the dark. Ze zei iedere keer, denk aan de eend. Padahal nenek itu udah lama, udah tahu mengampuni si Tom. En de oma die heeft Tom al lang gezien en heeft hem al lang vergeven. Begitu juga Jezus Christus sudah mengampuni kita. Amen. Het is ook zo met onze Jezus Christus, die heeft ons al lang vergeven. Jangan seperti perempuan yang duduk mendengar kesaksian. Dus, doe niet net als die dame die hier gaat zitten en alleen maar naar de getuigenissen. Benar. Luister. Siapa yang gak pernah buat salah? Wie heeft nooit een fout gedaan? Ingat perempuan yang mau dilempari batu? Nah. Denken jullie aan die vrouw die gesteinig wil worden? Tuhan tanya. God heeft gevraagd. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Timbuk itu perempuan. Yeah. Wie nooit een fout heeft gedaan, mag als eerste die vrouw gaan stenigen. Jadi ingat. Dus denk eraan. Bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Dat God ons allemaal heeft vergeven. Amen. Amen. Jangan terikat oleh remember the dark. Remember the dark. Niet gebonden voelen aan oude fouten. Setiap kali kalau kita diingatkan remember the dark, nggak maju-maju kita. Ingat. Als we iedere keer aan de dood van de een worden moeten nadenken, dan komen we nooit vooruit. Amen, saudara-saudara. Amen. Ingat bahwa Yesus Kristus sudah mengampuni kita. Yesus heeft ons al vergeven. Yang paling penting. Belangrijkste is. Pengakuan seperti itu. Ja, dus dat je dus gaat beseffen, net als God. Amen, saudara-saudara. Amen. Nah, dari firman ini, ayat yang kelima. Dus van dit woord, vers 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kalau kita diingatkan terus remember the dark, berarti kita tetap di dalam gelap. Als wij eraan herinnerd worden dan remember the dark, dan betekent dat we altijd in de donkerheid. Nee, kita di dalam terang. Nee, we zijn eigenlijk al in de. Kita di dalam terang. In het licht. Amen, saudara-saudara. Amen. Dan satu yang saya dapatkan lagu ini. En één lied heb ik hier bij gevonden. Saya undang pemain musik. Ik nodig de muzikanten uit en de zingers. Lagu ini sebetulnya sudah juga kira-kira 15-16 tahun. Dit is een oud liedje van 15-16 jaar geleden. Tapi saya ingatkan waktu saya mendengarkan firman Tuhan ini. Maar dit lied komt weer op mij toen ik de. Apa yang saudara telah dengar? Dat wat jullie gehoord hebben. Apa yang saudara melihat tentang kesaksian atau mujizat-mujizat? Dat wat jullie gezien hebben over wonderen en alle getuigenissen. Apa yang saudara rasakan? Dat wat jullie voelen. Dan apa yang saudara nyatakan? En dat wat jullie eigenlijk willen gaan zeggen. Inilah semuanya. Dan dit is alles. About Jesus. About over Jezus. Light. Light. Over het licht. Terang. Terang. Over het licht. Terang ada pada saudara-saudara. Amin. Jangan mau masuk lagi di dalam kegelapan. Niet meer willen in de donkerheid. Terang. Karena terang, saudara akan membawa teman-teman yang gelap masuk ke dalam terang. Seperti kesaksian gembala ini. Amin.
waktu dia didatangi oleh terang, ayat si cucu-cucunya menjadi terang, anaknya menjadi terang. Amin. Ingat, kita adalah terang. Mari kita naikkan pujian ini, saudara. Apa yang telah
jalanku. Benar Tuhan, semuanya sudah ada sejak dahulu. Dan apa yang kami lihat, kami dengar, kami rasakan, kami nyatakan, semuanya ini adalah firman-Mu. Engkaulah terang bagi jalan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengangkat kami. Kau tidak pernah menjatuhkan kami. Walaupun kami dalam kebimbangan, Kau terus membawa kami ketenangan Tuhan. Walaupun kami sering lemah, Kau terus membawa kami untuk menjadi kuat Tuhan. Pada waktu kami tidak dapat berpikir, hikmat-Mu yang turun terus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami. Firman-Mu terang bagi jalan kami. Karena Engkaulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Apa yang kami telah dengar pagi hari ini Tuhan, bahwa terang sudah ada di dalam kehidupan kami. Biar kami membawakan orang-orang yang gelap masuk di dalam terang-Mu Tuhan, sehingga mereka melihat terang-Mu, melihat keajaiban-Mu, melihat kedahsyatan-Mu, melihat dengan mata mereka bahwa Yesus Kristus adalah Raja dari segala raja. Dan hamba-Mu berdoa untuk Afrika, Senegal, Dakar, Kongo, Kamerun, semua Afrika, utara, selatan, barat, dan tengah Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas Afrika. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita akan bersama-sama. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Saudara-saudara diberkati, saudara-saudara. Ingat bahwa saudara terang. Amin. Terang. Jangan terintimidasi lagi. Kalau dikatakan remember the dark, bilang sama itu orang, I don't remember the dark, but I remember my Jesus. Amin. Haleluya. Nah, media dealing untuk minggu depan. Media dealing untuk volgende week. The 19th of Sunday. The deans for volgende week is so selfde op Sunday om 10 uur. And kedua, minggu depan kita ada tweede punt, rapat. Hebben we de vergadering. Jadi minggu depan untuk praise and worship. Dus praise and worship team. Kita tidak rapat. We hebben geen. Tetapi kita adakan evaluasi. Geen vergadering, maar een evaluatie. Untuk praise and worship. For the praise and worship team. Dan apa namanya yang di belakang main panel, Robert dan Timo. Main panel Robert dan Timo. Juga ikut. Di duduk main. Kita evaluasi. We gaan evalueren. Apa yang saudara pikir? Dat wat jullie denken. Catat. Even opschrijven. Kita evaluasi. We gaan evalueren. Untuk minggu depan. Volgende week zondag. Oke. Okay. Na de dienst. Apa lagi, Ma? Oefenen enggak jadi, oefenen enggak jadi. Oh, oefenen gaat niet door. Yang saya dengar dari Brother Albert ya. Jadi ingat minggu depan kita ada rapat sedikit. Dus denk PW. Volgende week team praise and worship team evaluasi na de dienst. Oke. Okay. Dan yang ketiga ada orang yang ulang tahun nih. Kita nyanyi dulu. Ya, ada persoalan.
Brother Hank and Roy Usmani. Mari ke depan. Happy birthday to you. Vreugde dingen. Heer, ik wil u bidden voor het nieuwe jaar. Heer, ik bid voor onze broeder Roy. Dank u wel, vader, dat u hem hierheen gebracht heeft. Ik dank u voor wie hij is, vader. Dat u hem ziet als een kostbaar kind. Dat u ontzettend veel van hem houdt. Vader, dat u trots op hem bent. Vader, op alles wie hij is. Op zijn hart, zijn gedachten. Vader, zeg ook zijn kinderen. Vader, en help hem ook het komend jaar. Vader, u kent de wensen van zijn hart. U kent zijn verlangens. Maar u heeft ook een plan voor hem. Vader, en ik bid dat u het komend jaar nog bezig zult zijn om het plan dat u voor Roy heeft verder uit te werken. Amen. Zegen hem daarin, vader. Met een ieder die hij lief heeft om hem heen. Heer, dat hij mag groeien. Heer, en dat hij u mag uitstralen. U mag uitdragen. Ik wil u danken voor broeder Henk. En u kent broeder Henk. Heer, u kent zijn verlangen en zijn hart. Heer, om mensen te bereiken. Mensen in de gevangenis te bereiken. Om mensen vrij te zetten. Niet zozeer om ze uit de gevangenis te halen, letterlijk. Maar wel uit de gevangenis in hun hart. Vader, u kent daar zijn hart in. En ik bid, vader, dat u hem ook het komend jaar daarin verder zult ontwikkelen. Vader, dat u hem zult doen groeien daarin. Dat u hem de weg zult wijzen. Dat u de dingen op zijn pad zult brengen, vader, die daarvoor nodig zijn. Om het verlangen wat hij heeft en wat u in zijn hart heeft gelegd, Heer, om dat verder te doen groeien. Vader, dank u wel voor wie broeder Henk is. Heer, voor de dienstbaarheid die hij heeft hier bij ons in de kerk. Heer, voor de dingen die hij doet, voor wie hij als mens is. Voor de bemoedigingen die hij geeft aan anderen. Vader, maar wilt u ook hem bemoedigen? Wilt u ook hem bemoedigen daar waar hij het nodig heeft? Heer, zegen ook hem, Heer, in zijn gezin, met zijn zoon, met zijn vrouw Radna. Heer, zegen hem in alles wat hij doet. In Jezus' naam, amen. Hier liggen en zo. En we blijven hangen en de herrie. Dus met deze totale rookverbod. Jammer voor degene die, die roken. Ja, zo kom je er ook vanaf, hè? Prijs de Heer. Ja, dat klopt. Want vorige week hebben wij een briefje gekregen als het goed is. En ik heb naar broeder Martins Ibulan doorgestuurd. Of Ibulan naar ons toe. Dus het is waar. We mogen niet meer roken hier buiten of daar op het trottoir, maar ook nu. Aan de overkant. Ja, of
overkan wat? Overkan van het wat? Oh, mag wel. Oh, oké. Okay. Nee, dit kan niet pula. Zelf de buurman willen die hebben die staat door. Oké? Okay? Dus dat weten we. En wij luisteren nog één genoemd getuigenis van Henk. Of wil je ook nog getuigenis geven? Oké. Okay. Goed zit er aan. Ik heb weer een jaar bij mogen krijgen. Amen. Dat is heel bijzonder. Ik heb het tijden gehad dat ik mijn verjaardag niet wilde vieren. En toen zei mijn moeder tegen mij van, je moet dankbaar zijn aan de Heer. Elk jaar dat je zo bij krijgt, is bijzonder. Het is genade. En dat is inderdaad genade. En gisteren heb ik mijn verjaardag mogen vieren met mijn familie en met mijn gezin. We zijn uitwezen eten. Ik heb hele mooie cadeaus gehad. Maar het mooiste cadeau, het meest kostbare cadeau, is het geschenk van de genade die ik heb gekregen. En dat is niet in waarde uit te drukken. En wie ben ik dat heb mogen ontvangen? En ik was 22 jaar al, heel wat jaar geleden, 22 jaar, roekeloze jonge jongen, reed ik in mijn eerste autootje, een Alfa Romeo, reed ik met 130 over de snelweg. En het was ook een hele donkere nacht in de lijn met de preek van vandaag. Het was een donkere nacht en het was aan het ijzeren. En plotseling raakte ik in de slip uit de Benelux-tunnel. En daar ging broeder heen. In de slip. Geen riem om. 130 tegen de vangrail. En de auto van Blik, hè, keiharde auto, was in twee stukken. En broeder heen, prijs de Heer. Geen schrammetje uit de auto. Daar die avond was het licht in de duisternis al. Die mij heeft gered. Prijs de Heer. God is goed voor mij. Amen. God is goed. All the time. Amen. 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 Buitengewoon. Amen. Halleluja. Praise the Lord. Oh ya. Tadi saya udah bilang belum ada berapa KBI di Afrika. Tapi kau vertel hoeveel KBI's wij in Afrika hebben. Belum ya? Nee. Total. Total? Ada 9 zo. Bukan karena GBI-nya, tetapi karena Yesus Kristus. Tetapi kita dapat visi, misi untuk ke sana. Kita lakukan. Yang saya dengar, waktu kita sesudah mereka kelar, sebetulnya adik dari Pak Makhtar ini, de broertje van Pak Makhtar, yang sudah melayani, die ook in de bediening zit, sudah lama melayani, al lang in de bediening zit, dia menunggu-nunggu, hij wacht untuk pentabisan ini, om beëdigd te worden, sebelum corona, de corona master, sebelum, voor de corona, dia tunggu, heeft hij gewacht. Corona dia tunggu. Corona, corona kedua dia tunggu. Tweede corona heeft hij weer gewacht. Dan tepat pada waktunya waktu kita masuk. En precies op tijd toen wij daar waren. Apa yang dia bilang? Wat heeft hij gezegd? Kalau Om Teddy, Om Ivan tidak mentabiskan kami. Als Om Teddy, Om Ivan. Kita sudah bubar. Niet hebben beëdigd, zijn we allemaal uit elkaar gegaan. Tepat pada waktunya Tuhan. Precies op de tijd van de Heer. Amin. Dan yang saya katakan tadi, safari itu ada binatang-binatang di safari tentunya. Di safari saya dus veel beest. Dan saya lihat. Dan wat ik gezien heb. Cayenne. Jaguar. Tiger saya lihat. Tigers. Porsche Cayenne. Mobil Jaguar sama Mercedes Tiger. Baru-baru saudara-saudara. Ini saya harus sampaikan. Jadi apa yang kita punya, apa namanya, building? Onze building.
tidak seperti itu di sana, saudara-saudara. Saudara-saudara, mobil Mercedes yang termahal. So, do you see Mercedes that you sign? MLS 600. MLS 600. Yang harganya bangsa 200 sampai 300 ton di sini. It cost all of it 200 to 300 ton. Cuman aja ada di trotoar di sana. Is that all of the trotoar? Berdebu. Formed stone. Kalau di sini ada di garasi. And as it here as it di sana, saudara-saudara. Porsche Cayenne. Saya lihat ada di parkir. Bannya udah nggak ada, meresap. Gak ada yang bikin apa-apa. Bicara tentang mobil yang 1 ton, 2 ton. Jadi mereka itu sebetulnya kaya. Terbuka mata saya di sana. Bahwa mereka itu Afrika itu sebetulnya itu tanah yang kaya. Faraon aja terus utus orang-orang ke sana untuk mengambil emas. Sampai sekarang orang-orang Belgia ngambil berlian-berlian. Jadi kita terus doakan Afrika. Mungkin nanti saya akan menjelaskan lagi kenapa kita harus doakan Afrika, ya? Mari, saudara-saudara saya undang untuk berdiri. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puja. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah hadir juga. Bahkan Roh-Mu yang kudus yang telah memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Biar kami dapat mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Bahwa Engkaulah terang. Terang kami ada di pada kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau membawa kami ke tempat terang dari kegelapan, sehingga kami dapat hidup, sehingga kami dapat hidup yang kekal bersama-sama Engkau. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah pernikahanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Zegen is gehuwelijk in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah anak-anak dan cucumu bahkan mantumu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen zijn uw kinderen, kleinkinderen en schoonkinderen in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah pekerjaanmu. Zegen is uw werk. Diberkatilah pelayananmu. Zegen is uw bediening. Bahkan diberkatilah kekuatan dan kesehatanmu. Bahkan diberkatilah keuanganmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.